allemaal. Ik heb jullie met foto's al laten zien hoe ik hout gekleurd heb. Dan wil ik nog even snel met een filmpje laten zien. Ik heb hier die hele vlakte eerst met E31 gewoon grof gekleurd. Ja. En daarna ga ik met de E49, deze hier, ga ik gewoon lichtjes wat lijntjes trekken. En met de punt lichtjes eroverheen. Ja, ook de ronding zo'n beetje van de hout zo. Kijk, zo. Ja, echt licht met het puntje gaan. Zo. En daarna nemen we de E47. Deze, hè. Gaan we een beetje langs de donkere lijn al. Zo. Maar ook nieuwe lijnen neerzetten. Kijken, niet te veel. Het wordt echt nog donker. Hier in de ronding wat. Zo, nog wat langs. Ik druk mijn lichtjes er ook op, niet te hard. Zo, zo genoeg. Dan neem ik de E35. Deze. Gaan we wat meer, kan je wat meer erop drukken dan. Ja. Ik kan ook een beetje over de andere kleuren gaan blenden. Ja. Oppassen natuurlijk dat je niet in andere tekening gaat. Zo. Hier nog wat donkere. Zo. Goed zo. Dan nemen we de E33. Een beetje een warmere kleur nog. Ja, gaan we hier nog een beetje er doorheen. Echt gewoon een beetje. Niet moeilijk, gewoon lekker erin. Ik denk dat dat wel genoeg is. En dan nemen we als laatst weer de E31. Gaan we hier nog een keer overheen. Dan hoeft eigenlijk de eerste laag die je doet met de E31 hoeft ook echt niet mooi goed gekleurd te zijn. Ik ga er toch weer overheen, dus het hout is toch ook echt bewerkt en zo. Het is ook niet hetzelfde als hiernaast. Ja, ik moet toch een beetje verschil kunnen zien natuurlijk. En hier in het midden ook belangrijk dat het echt donker is dan. Ik werd het waarschijnlijk nog wat donkerder maken, dat er wat meer afscheiding tussen komt, hè. Zo, nou dat was het dan even snel. Zo, nu heb ik al het hout ingekleurd en dan vind ik het toch wel een beetje warm nog. En dan neem ik dus de E84 en ga hier nog eens even proberen wat te veranderen, ja. Hier die donkere lijnen of zo is met het E84. Het is gewoon een wat, zit wat meer groen in de kleur. Dan ga ik hier een beetje langs de randen. Het heeft toch een beetje een andere werking wel. Zo. Het is toch ja, echt een heel andere kleur. Misschien nog wat meer zo. Ja, het wordt ietsje kouder. Hier een beetje. Een heel ander effect. Ik ga niet echt over die donkere kleuren heen. Die E49 en die E47. Dan zie je dat een beetje verdwijnt. Dus dat is niet echt zo mooi. Dus moet je daarnaast blijven dan hier. Over die E33 en E35, zal ik er overheen. Dat heeft echt een heel ander effect nou, hè. Zo. Dan krijgen we meer diepte in, vind ik. Ik hoop dat ik die camera ook zo te zien is. Dat het ook wel wat meer diepte geeft dan.
dan wat planken zeg maar aan elkaar komen. Ik vind het echt wel dat het een beetje een mooier effect heeft zo. Of dan moet je gewoon echt even een beetje proberen met andere kleuren er nog in te gaan. Hè. Kijk wat er hier gebeurt. Ik kan hier overheen gaan. Ja, ik heb ook wel wat. Ja, hier is nog een beetje licht. Ik kan hier eens proberen nog. Af en toe moeten we gewoon even een beetje wat moediger zijn. Dat ben ik af en toe ook niet echt, maar ja. Af en toe moet ik echt gewoon proberen, weet je. Toch een beetje, ja. Nou, ik vind het wel wat. Nou, we gaan even. Nou, wat kleurtjes uitzoeken voor de rest. Helemaal tevreden ben ik toch nog niet. Dus ik ga nog met de E87 verder. Dan ga ik echt nog even langs om wat meer schaduw te krijgen in die overgang tussen de planken. Ja, daar toch nog wat meer diepte in komt. Gaan we daar nog even met die E87. Langs die E49. Dat er echt nog wat meer diepte in komt. Ik hoop dat het lukt. Ja, ja. Dan zie je toch wat meer de afscheiding tussen die planken komen. Ik denk dat het me wel een beetje bevalt zo. Toch wel weer wat verschil in. Zo zie je echt wat meer die planken tevoorschijn komen. Hè? Ja. Ja, nou vind ik het wel goed. Nu wil ik jullie nog even het eikeltje laten zien. Dit begint met de E97. Dan ga ik even hier langs het dekseltje. Hier eromheen. Ja. Laten we nog een glanslichtje maar hier. Ja. Kleuren helemaal. Ja. We nemen de E97. Hier aanzetten. Ik ben een beetje bibberig. Zo. Hier. Hopla. Kijken of het nu zit. Ik kom hier een beetje overheen. Zo. Langs het randje weer. Zo. Neem ik de E08 voor nog wat rooier glans eronder. Zo. Hier langs het randje, hier nog. Nou, ik zit een beetje naast, maar ik moet er dan een blender maar van nemen. Ja, een beetje wegtrekken zo. Aanzetten en wegtrekken. Zo, dan neem ik weer de E99. Ja, daar draaien ze. Ga ik hier nog een keer overheen. Om het een beetje te blenden. Hè. Zo. Dan neem ik weer de E97. Daar nog een keer overheen. Mooi. Elkaar blenden zo. Kijk maar. Hier is het nog wat. Zo. Gaan we een keer over alles heen. Mooi blend. Ja, het ziet er aardig uit.
misschien hier nog een beetje weghalen. Dat is te veel glans. Hè? Dat is smaller maken.